De KNVB heeft dinsdagochtend het concept-competitieprogramma gepubliceerd. En daaruit blijkt dat NEC op vrijdag 17 augustus in het eigen Goffertstadion het seizoen tegen de Sportclub Cambuur opent. In speelronde 2 mag NEC op maandag aantreden in Utrecht tegen de belofte van de plaatselijke FC. Vervolgens komt FC Dordrecht op bezoek in het Goffertstadion. De Nijmegenaren sluiten het seizoen af in eigen huis tegen FC Twente en gaan op de laatste speeldag naar MVV. Wat opvalt is dat NEC dit seizoen drie keer op zondag speelt, waaronder één thuiswedstrijd thuis tegen Sparta Rotterdam. Daarna speelt NEC vier maandagwedstrijden waarvan er drie op bezoek bij belofte zijn. Alleen in speelronde 36 moet de Goffert haar poorten openen op maandag, wanneer RKC Waalwijk op bezoek komt.